different from your eyes. See you the moment even that I can feel you. See you all that the world wants to see that I need you. See you the moment even that I can feel you. See you all that the world wants to see that I need you. Now I'm finally right here with you. Alle mensen, leuk geluk aan naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Petit Varmoren. Vandaag gaan we op pad met Wim natuurlijk, zoals altijd eigenlijk. Want jullie vragen wel eens af, waar is Kim? Ja, Kim die is weg aan Lusu, die is gestopt bij de politie. Die had er geen zin meer in, dat snap ik ook wel. Want de laatste video met Kim, toen werd ze gewoon 5 keer doodgeschoten geloof ik. Nou, dat is overdreven, maar zeker wel 2 keer. En misschien alle bij elkaar 3 of 4 keer beschoten. Dus die heb ik eigenlijk niet meer teruggehaald. Misschien dat ik binnenkort nog eens een nieuw character ga maken. Maar ik denk ook niet dat ik in dit EUP menu vrouwelijke uniformen erin heb. Dus we moeten gewoon even naar kijken. Daarbij vroegen mensen zich af, of ik zag in ieder geval een comment. Wat is dat microfoontje rechtsboven? Nou, toen keek ik rechtsboven en toen zag ik niks. En nu kijk ik linksboven en dan zie ik wel iets. Dat is zeg maar een teken dat ik ben aan het opnemen. Want ik heb zo vaak gehad dat ik op de opnameknop drukte. En tot er ineens stond. Units reporting. We've got a suspect on the run. Suspect black scene in Los Angeles International Airport. Tot ik rechtsboven of tot ik druk op de opname startknop en dat ik denk van hè, opname opgeslagen, staat ineens in beeld. En ik ga kijken, had ik gewoon 3 uur lang of zo zitten opnemen en toen ik dus wilde starten of juist bijvoorbeeld toen ik wilde stoppen, tot hij ineens startte, dat ik dacht van hè. Dan had ik de hele tijd dus wat ik een video was aan het opnemen had ik niet opgenomen. En andersom ook. Heeft me 1 keer geluk gebracht toen ik een ziek potje Call of Duty had opgenomen per toeval. Maar aan de andere kant, ja, toen ik wilde opnemen bleek ik niet te zijn aan het opnemen. Dus nu kan ik linksboven in ieder geval zien of ik bezig ben ja of nee. En als mijn geheugen ineens vol is zonder dat ik het door heb, dan stopt die opname per direct. Maar daar komt geen... Er komt niks in beeld zo van nee, je opnames zijn gestopt. Dus het is allemaal heel zuur van die ja, van dat programma. Maar nu kan ik in ieder geval zien. Met nadat dat jullie het ook linksboven in beeld zien. Maar ja, let er niet op. We gaan vandaag op pad met Touran. En Touran heb ik van Animals. En het is een. Ja, je zult zeggen, die Touran is er toch al lang. Maar hij is anders. En ik vind hem wel eigenlijk beter. En ik weet niet waarom. Je gaat misschien geen verschil zien, maar ik zie het toch wel. En nu zul je afvragen, ja, waar zie je het verschil in? Ja, weet ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld in de, ja, in de vormen. En misschien hoort hij juist niet zo blokkeriger te zijn. Maar naar mijn idee is hij dat wel namelijk in het echt. Dus hij is die van ministerie van Mods, hè, die wat ik eerst had, die is wat ronder. Of zo, voor mijn idee. En deze vind ik ja, mooier. Met het nadeel wel, en dat kan ik ook gewoon eerlijk zeggen. Want dat is... Dat is geen probleem denk ik van Adam. De lichtbalk vind ik dan wel achteruit gegaan. Iets vind ik er raar aan. We gaan direct naar een persoon met een mes. Maar kijk, blauw, ja, dat is natuurlijk hetzelfde. Stop duurt even, maar die gaat wel aan. Ja, voor staat alleen stop en achter staat geloof ik alleen politie. Dus dat zijn wat foute settings. En oranje gaat op deze manier aan. Allemaal ILS fouten, hè. Maar dan krijg je dit. Ja, die zie je bijna niet. Die spotjes. En groen, ja, die zie je ook bijna niet. En voor, ja nee, voor staat hij zelfs aan. Dat zie je allemaal niet. Dat zijn wel nadelen die ik jammer vind. Maar goed, we kunnen ermee leven. En als jullie zeggen, nee joh, dit is echt afschuwelijk. En haal alsjeblieft die oude Touran gewoon weer terug. Ja, dan doen we dat. Geen probleem. Los ik op. We zijn vandaag in Sandy Shores, omdat ik hier soms wel eens leuke meldingen krijg waarvan ik zoiets heb van, oh ja... Moeten we daar anders ook eens opnemen. Er rent nu hier een gekje rond met een mes. Pling, pling. Suspect is male. Een man. Daar loopt hij. Nou, hij wordt aangereden. Denk ik dat de mes, ja, heeft een mes. Meneer, hallo. Blijf even staan. Hij gaat rennen. Dispatch, we have a visual. Veel aan, collega's.
Laat vallen. Laat vallen. Hey. Dat gaan we niet doen, hè. Laat vallen. Kom op, hier. Ja, er worden steeds geschoten door de Kamar. En hier rijdt een collega rond die niks. Stoppen. Ja, die is op slot, hè, vriend. Dat is pech, Turanvies. Hey. Meewerken. Je bent vaak genoeg neergeschoten nu, denk ik zo. Hoi. Ik hoorde je wel achter me. Hoi. Ik zei al hoi. Nou, ik heb hem hoor. Chef. U kunt uw weg vervolgen. Heb je nou... Er zijn geen eenheden meer nodig. Nou. Collega meneer, meneer collega. Fouilleer hem even. Jij hebt hem tenslotte neergeschoten. Ik wil geen bloed aan mijn handjes hebben. Ja, in dit gebied rijdt Kamar rond. Logisch, want het is een buitengebied eigenlijk. Of ja, logisch. Nee, het is een buitengebied. Ik vind het logisch. Is er niet. Sheriff, moeten we zien. En ja, nee, ik snap het dus wel. Die uniformen zijn gemaakt. Of nee, de uniformen zijn niet gemaakt door Dutchman. Maar wel het idee tot hier dus. Kamar rondrijdt daar aan de overkant in Paletto Bay of Polito Bay. Of in ieder geval daar helemaal achter. Daar rijdt Kamar rond. In de stad rijden natuurlijk uniformen rond. Dus dat hebben we... Of uniform in de stad. Ja, in de stad rijden uniformen inderdaad rond. Maar politie rijdt daar gewoon rond. Normale politienoodhulp zoals ik nu ook heb. En ja, dus dat is allemaal te danken aan Dutchman. Want zoals de meesten weten, en dat probleem heb ik in het begin ook gehad. Zodra je LSPD voor 4... Nee, 0.4 is het geloof ik. En 0.4 installeert, dan krijg je allemaal vage uniformen. Met een brandweerbroek en een ambulancejas en een... Weet ik veel wat allemaal. Zet de blauw uit. En dat moet je dus fixen met een bestandje. En dat is niet makkelijk geloof ik. En daardoor hebben wij Dutchman. En die heeft zich daar tijd en moeite in gestoken. Dus hij is te vinden op mijn Discord. Shoutout naar hem. Ook meteen een shoutout naar gewoon... nu moet ik het goed gaan zeggen. Ik ga even spieken. Niet rijden en op je telefoon. Jawel, ik mag dat. Gewoon Raf. Gewoon Raf. Ja, zowel op Discord als YouTube heet hij geloof ik zo. Hij heeft mij namelijk een endscreen gemaakt. Een eindscherm. En die zullen jullie vanavond. Ik kom echt slecht uit mijn woorden vandaag. Maar in ieder geval, die gaan jullie straks op het einde van de video dus zien. En dan snappen jullie wat ik bedoel. Via dat eindscherm kun je klikken op de laatste video die ik heb geüpload. Kun je natuurlijk klikken op het logotje voor te abonneren als je dat niet gedaan hebt. Zou erg leuk zijn, waardeer ik. En kun je klikken op een video die wordt aanbevolen voor jou. Dus die video's die selecteert YouTube dan. Omdat jij bijvoorbeeld heel veel LSPDFR video's kijkt. Krijg je waarschijnlijk een aanbevolen LSPDFR video. Klik je eigenlijk alleen maar op mijn ambulance video's. Ja, dan krijg je een ambulance video bij aanbevolen te staan. Dus zo... Zo werkt dat als het goed is. Dus laat je verrassen. Ik meen wel. Als je op het einde niet aantekening of iets hebt aanstaan. Tot je wel kunt, tot je kunt klikken wat je wil. Maar dat je ze niet ziet staan geloof ik. Dus moet je even goed mee kijken hoe dat werkt. Ik zelf heb het nog nooit gebruikt. Een eindscherm. Eén keer misschien. Die heb ik toen helemaal ingesteld gekregen en alles. Dus ik moet er straks ook als ik deze video ga uploaden even mee gaan spelen. En uitvogelen vooral. Maar ja, ik denk niet dat YouTube daar hogere wiskunde van heeft gemaakt. En anders staan er honderdduizenden tutorials op YouTube hoe je die kunt aanzetten en instellen en zo. We have a person with a firearm in Grande Sonora Desert. Nou, de kofferbak gaat ook niet open. Oké. Nou, maan is uit. Nu een steekvest aan, kogelwerend. En nu zit vast iemand te kijken genaamd Soppian. En die heeft zoiets van, je had dat toch super mooi ingesteld. Of dat had ik heel super mooi voor je ingesteld. Ik ben alweer finaal langs gegaan trouwens. Ik heb weer aan het kort denk ik. Hè? Ja. En ik had het voor je geregeld. En ja, dat klopt ook, maar ineens is het weg. Hij had mij namelijk in het EEP menu, hier ergens. Had hij allemaal mapjes gemaakt. Ja. Allemaal weg joh. Hey collega's. Rijdt hij best veel politie rond. Alleen dan wel allemaal met een Kamar outfitje.
Hier staan twee Camaro motoren. En daar staat weer een T6. En hier is de brandweer, zonder brandwater. Alleen een persoon dus, nogmaals, die rondloopt met een vuurwapen. Even op de kaart kijken, eentje verder. Een person, oh ja, nee, dat is niet van toepassing voor deze melding. Zet de blauwe uit omdat het natuurlijk op deze weg is. Dat betekent niet dat we geen gebruik meer mogen maken van de vrijstelling. Op dit moment is dat niet mogelijk. We gaan het ook blauw aanzetten en we gaan hier door het midden rijden. Misschien dat hij moet gaan tonnen. Tegenovergesteld naderen. Maar dat is niet echt mogelijk. Want de voertuigen zien je niet op tijd. Nu wel gelukkig. Blauw gaat vooruit. En dan zou hij hier eens moeten rondlopen. Daar staat hij. Het lijkt op iemand van het leger. Lijkt gewoon volledig op een soldaat. Citizens report a group of suspicious persons bordering possible camper. Meneer. Even staan blijven. Hey, hallo. Ik kan hem niet meer aanspreken. Ja, maar gewoon op de ouderwetse manier. Police, stop whatever the hell you're doing. Hij luistert gewoon niet. Ik kan ook geen. LSPD, don't make me shoot you. Wel of niet, ga meewerken. Stupid fuckhead. Nou, ik kan niks met hem. Me? Zo, dan is hij dood. Het was dus een echt vuurwapen, geen airsoft of iets. Anyway, de melding blijkbaar loos of... Ja, ik weet niet wat het was. Hij ging gewoon verder naar een nieuwe melding. Dus ja, dat. We kunnen weer een normale steek weer aan de vest aandoen. Met de GoPro. Citizens report a petty theft on Route 68. En iemand heeft hier ondertussen een fiets gejat en is hier aan het fietsen. Ah. Ik dacht even dat hij ons aansprak. Oh, daar gaat hij fietsen. Boven. Of wilde aanspreken die gast, maar het was iets anders. Hij was gewoon met zijn flesje water zichzelf aan het besprenkelen omdat hij hard was aan het fietsen, denk ik. Kom op dan. Wat wil je doen dan? Wat doen dan? Ik heb taser, hè. Wat doen dan? Hoppa. Kom op dan. Hoppa. Au. Zo. Die voor je. Pannenkoek. Nou nou, belediging ambtenaar en functie komt er ook maar bij. Je hebt een politiefiets gestolen trouwens, hè. Zij rijdt transportje deze kant op indien mogelijk vrouwelijk plegen zodat zij hem kan, haar kan fouilleren. Ja, een politiefiets, hè. Oh, daar gebeurt iets. Ik ga mijn auto zitten voordat we vol worden aangereden. Ik bedoel maar.
Je hebt een verkeersruzie zo te zien. Steek het middelvingertjes naar elkaar op. Nou, onze verdachte van het jatten van een politiefiets worden even vol aangereden. En wij gaan met een beschadigde Touran de achtervolging inzetten. Ik meen dat dit voertuig recht voor mij de oorspronkelijke, het oorspronkelijke stopteken van mij kreeg. Maar die andere gaat er ook als een maloot vandoor. We gaan niet zo snel met die Touran. Maar die auto gelukkig ook niet meer. De Zulu vliegt er inmiddels bij. Au. Oh ja, zo gaan we wel snel, ja. Oh, paal. Nou. En nou, je Touran kunnen we afschrijven, maar de maan is uit. Ik denk dat die Zulu achter die andere verdachte aangaat. Ze te zien wel namelijk. En die lijkt stil te staan. Dus ik ga eens even daarheen. Nee, lijkt niet stil te staan. Die was gewoon mee in de achtervolging op de auto hier achter mij. Ja, waarom heeft de B-klasse die sirene? Omdat dat sirene slot wordt ingesteld voor de Audi en zo. Dus de ene keer pak ik even de Audi sirene en de andere keer de B-klasse sirene. We gaan de bebouwde kom in, dat wil je eigenlijk niet. Zijn nogmaals eenheden erbij, achtervolging, inmiddels in de stad, hoge snelheden. Ja, straf op feiten is eigenlijk puur negeren stopteken. Dus ja, ik kan er verder niet veel van maken als je nou voor een negeren stopteken dit allemaal gaat doen. Deze risico's nemen, ja, dan had je hem al lang natuurlijk beter kunnen afblazen. Dus ik ga even het kenteken snel controleren. Om te kijken of er niet nog meer speelt waarom die er vandoor gaat. Ja, zie je, die wordt gezocht. Ja, dan is dat een heel ander verhaal. Dan hebben we dus ook te maken met waarschijnlijk een gevaarlijke verdachte. Bench warrant, ja, wat is dat ook alweer? Er zit inmiddels een Volvo bij. Ik laat die even langs, daarom rijd ik nu tegen het verkeer in, maar die komt niet langs. Daar komt hij, ik hoor hem. Gaan we proberen een pit uit te voeren. Omdat we daar net geen voetgangers of iets hadden. Jawel, wel, dus hier gaan we niks doen. En ondanks dat ik super veel schade heb en het niet heel realistisch is, probeer ik toch niet alles uit de grond te rammen. Daarom dat ik even vol in de remmen ging. Kut, dit loopt dood. Dacht ik, snij hem af.
Die Volvo die ramt echter wel alles en iedereen. Maar ja, dat zijn we gewend van onze collega's. Ja, lekker, lekker, lekker. Mooi pitje nu hebben. Of niet? We gaan wel weer terug naar ons eigen gebied. Ja, die zijn natuurlijk van team verkeer, hè, dus die weten wat ze doen. Nou, dit is echt een rotweg waar we nu gaan rijden. Dus hier wil ik het echt af gaan blazen. Afblazen eerder zeggen van hier maken we er een einde aan. Dat denkt hij ook met mijn auto. B-klasse komt er ook achteraan zonder bumper en alles. Wij hebben onze bumper nog wel, maar dit doet ook niet meer veel. Zo. Wapens bergen. Lekker werk, pikkies. Die Volvo heeft het aan dus geklaard. Heb ze even. Kijk die Touran, jongen. Kijk die Touran. Kunnen we afschrijven. Die kunnen we helemaal afschrijven. Nou, iedereen dismissed. Wij gaan maar even aan de baas uitleggen wat we hebben gedaan. En dan mogen we het ook lekker oplossen. Ja, dus. Nou, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik ga jullie bedanken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag bij een nieuwe video over een paar dagen. Wat zijn, ja, zoals elke keer. Ik weet het nog niet, jullie zien het vanzelf wel. Ik heb niet meer echt een patroon erin zitten namelijk. Dus laat je verrassen. Ik laat mezelf ook verrassen met wat het gaat zijn. Geniet van het eindscherm. Als het goed is horen jullie nu al wat muziek tussendoor komen. Ja, je moet er achteraf allemaal gaan editen. Hetzelfde denk je waar de vraag is de muziek. En aan de andere kant denk je, oh dat is de muziek. Tot de volgende. Doei.